De mussen vielen nog net niet dood van het dak, maar de meeste schaatsteams zijn al volop bezig met voorbereiden. De ploeg van MKB6 heeft een transformatie ondergaan en mag zich nu verheugen op nieuwe rijsters. Hun subsponsor Palet Schilderwerken is nu hoofdsponsor van het tweede team dat onder de schaatsmeiden valt. Iris van der Stelt, de regerend kampioen marathon bij de junioren, komt in een warm badje en is bereid om daar ook kilometers voor te maken. Want wonend in Numansdorp en rijden in een Friese ploeg? Ja, het kan gek lopen, maar ik heb vorig jaar besloten om te gaan marathonnen. Ik heb een paar marathons gereden en dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Met wie ga je rijden? Ik ga rijden met Mireille, Kimberly en Elma. Deze meiden die kunnen ook 42 kilometer hard rijden. Gaat het jou ook lukken? Ja, dat zal moeten blijken. Ik ben er nu gewoon aan het trainen en het gaat op zich goed, dus ik hoop het wel. Dan is er Sophie Nijman, de langebaanschaatster, die gezien heeft wat marathonschaatsen kan betekenen voor een sprinter. Zij volgde haar gevoel. Ik was echt wel toe aan een nieuwe uitdaging en ik vond het wel echt heel leuk. Heb je wel eens een marathon gereden? Ik heb een paar jaar geleden een keer een marathon gereden en daar was ik zeker enthousiast over het spelletje en de tactiek. Ik heb hem toen uitgereden, dus ik dacht, ik ga het eens proberen. 42 kilometer voor een sprinter. Ja, dat is pittig lang, ja. Dat is, maar daarom zijn we nu hard aan het trainen, zodat ik dat straks als het goed is ook kan. Ook nieuw bij de meiden is Elma de Vries, die hier een kans ziet haar Olympische doel te gaan verwezenlijken. Ja, dat blijft wel. En nog 2 jaar, anderhalf om er te komen, dus ik heb alle vertrouwen in. Begin van het seizoen ga ik wat lange baan rijden en gewoon kijken hoe ik ervoor sta. En afgelopen jaar ben ik natuurlijk geblesseerd geweest en een moeilijk raar seizoen geweest. Dus ik wil nu eerst gewoon kijken waar ik sta en dan van daaruit beslissingen maken van hoe we de rest van het seizoen invullen. Mireille Rijtsma, schaatster van het eerste uur bij deze club, vertelt nog eens hoe een en ander ontstond en vervolgd wordt. Afgelopen jaar hebben we onder de naam mkb6.nl gereden en was Palet Schilderwerken een mooie subsponsor. Die had zin in een hoofdsponsorschap en dus we hebben nu mkb6.nl. En Palet Schilderwerken als tweede hoogsponsor. Doordat we samen trainen kunnen we op de lange baan gewoon naar een hoog niveau gaan. En op de marathon zullen we 2 teams neerzetten die gewoon goed in de aanval zijn. En misschien weerbaar zijn voor de sprintteams. Gaat dat gescheiden? Ja, we hebben echt 8 sterke dames waarin gewoon een paar goede aanvallers zitten. Dat zijn ook de aanvallers van het afgelopen jaar geweest. Elma die denk ik ook wel weer een stap heeft kunnen maken, zodat ze volgend jaar ook wel weer goed staat. We zijn er niet voor elkaar, we staan er niet voor elkaar om de prijzen aan elkaar te geven. Maar het is wel zo dat je samen met 2 teams gewoon een mooie wedstrijd kan neerleggen. En in de aanval zal zowel Palet als MKB zich aanwezig moeten zijn.